dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vrijdag en zoals je in mijn vorige vlog kon horen, ga ik vandaag met Marielle wat foto's maken voor mijn Instagram feed. Vind ik super leuk en lief dat ze me wil helpen. En we zijn net al heel even buiten geweest om een soort van dit lookje te shooten, maar ik was mijn vlogcamera vergeten. Oeps, dus ik dacht, nou, ik laat jullie eventjes wat foto's zien op mijn camera wat we tot nu toe hebben gemaakt. Oh, chips. Ik zit me nu te bedenken. We hadden een kliko aan de kant gezet, zodat hij het niet opstond. Maar ik heb hem niet teruggezet. Oh, wat slecht van mij. Nou, we zijn bezig met de derde shoot. Met mijn toffe key-camera. Of camera, wat zeg ik nou, zonnebril. Ik had een neiging om kwee te zeggen, maar Marielle heeft maar geleerd dat het key is in het Engels. Als je Q-U-A-I schrijft, dan zeg je dus key. Dus, ik heb het later ook gezien op YouTube-video's. Ze schiet gewoon door. Hè? Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben klaar om mijn outfitfoto's te gaan maken. Ik ben hier aan het shooten met mijn vader bij, hoe heet het, Mercato, denk ik. Want ze hebben hier hele leuke... Ja, wat is het? Mintgroen. Ja, het is niet echt mintgroen, maar een soort van oudgroene stoeltjes. En ik heb een beetje een retro outfit aan vandaag en dat past er wel leuk bij. Ik ben nog even bij de Sissy Boys, echt zo'n winkel waar ik gewoon nooit kom. Maar ze hebben super leuke dingen hier, zeg. Is plastic, maar wel echt mooi, vind ik. Je ziet het helemaal niet aan af. Bij deze bordjes moest ik natuurlijk gelijk aan Vera denken. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben dus nog heel even de stad in geweest. Ik ben een beetje oververhit nu. Maar dat geeft niet, hè. We mogen niet klagen. Ik heb 3 kleine vaasjes gehaald bij de Xenos. De derde die komt eraan. En... die waren met z'n drieën echt 2,50 of zo, super cheap. Was niet 50% korting op. En die heb ik gekocht omdat ik ook bloemen heb gekocht. Want daar wil ik even mee gaan fotograferen, wat productfoto's mee gaan maken. Maar ik dacht, ja, we hebben, dat moet ik even bijvertellen natuurlijk. Wij hebben helemaal geen vazen, want ik hou eigenlijk niet zo van bloemen. Maar ik moet zeggen, ja, ik vind 1 zo'n bloem dan wel heel leuk. Maar ik ben gewoon een beetje allergisch voor van die, echt van die... een beetje vaak tuttige boeketten, weet je wel. Maar ik vind bijvoorbeeld zoals Bloemon of zo. Die, ik hoop dat ik het zo goed uitspreek, zoals zij dat doen. Die hebben van die bloemenabonnementen. En dan krijg je echt een beetje zo'n heel messy, nonchalant boeket. Dat vind ik dan wel grappig. Oh ja, ik heb natuurlijk spullen voor de nieuwe Van Haren Budget Challenge ook gelijk geshopt. Een outfit. Dit jurkje, een blauw-wit gestreept jurkje met van die, hoe noem je dat? Een beetje van die pof ruffelmoutjes. Echt een zomerjurkje van H&M. En daar heb ik dan onder deze rode schoenen, ja, ik wou zeggen hoe moet ik ze noemen, sandaaltjes denk ik. Valt wel onder sandaaltjes dit, denk ik. Van Haren natuurlijk. Dus dan krijg je echt een beetje zo'n sailor look. Rood, blauw, wit. Ik moet even nadenken, maar dat was het. En ja, het is natuurlijk echt warm nu. Dus de outfit is niet super uitgebreid. Maar ik wil het wel afmaken met iets van accessoires. Dus daarvoor ben ik bij Six geweest. En ik heb deze oorbellen gekocht. Met muntjes, echte statement earrings. En een beetje een bijpassend enkelbandje. Ik dacht het weer eens wat anders, een enkelbandje, ook met muntjes. Terwijl iets andere muntjes, maar die afstand is zo groot, joh, dat ziet toch geen hond. En nog een, ja, hoe kan het ook anders? Een zonnebril. Ik ben nu de Sally Hansen Airbrush Legs aan het testen. Nou, ik heb de vloer al lekker oranje gemaakt, dat wel. Maar goed, maak ze wel even schoon. Maar ja, je kan het wel echt goed zien. Al vind ik het effect op beeld wel heftiger, moet ik zeggen, dan in het echt. Maar links is dus zonder iets.
En rechts is met de spray. En nou ja, ik weet niet hoe jullie het uiteindelijk gaan zien. Maar zoals ik het nu zie, ziet het er op beeld best wel oranje en donker uit. Maar in het echt is dat dus echt wel een stukje minder. Ik ga even mijn nagels lakken met de Catrice Sensibility Lak. We zijn even wat aan het drinken bij Tape in Arnhem. Ik heb Wostok limonade. Ken je dat? Ja, Wostok, zo heet het. Is lekker. Ik wist niet of het echt een merk was, maar ik ging het opzoeken op Instagram en het heeft ook een Instagram account. Dus ik denk dat het echt een merk is. Nou, dit moet mijn Lovies pakketje zijn. Dit is de bomber. Echt heel erg tof vind ik die. Dit is de rok. En dan deze vaas. Hij is een beetje mat, heel apart. Want meestal is zo'n marble print natuurlijk glanzend. En deze is dus mat. Kijk hoe cute. Het is een... liet ik hem gewoon bijna vallen, hè? Of tenminste... Ik liet hem bijna openvallen. En dan was dit eruit gevallen. Het zijn drie glazen ja, kistjes zijn dit eigenlijk. Dus dit is de grootste. En dan heb je dit formaat. En hierin zit nog een kleinere. En die zijn bedoeld voor, ja, waarschijnlijk... of niet waarschijnlijk, maar ze zijn bedoeld voor sieraden. Maar je kunt ze natuurlijk ook voor iets anders gebruiken. Maar het meest logisch is sieraden. Dus echt heel leuk om hier... ringen in te doen of zo, of een mooie ketting. En die dan ook een beetje echt voor de sier zo neer te zetten. Al mijn sieraden die liggen nu in een IKEA kastje weggestopt. En dat is eigenlijk best wel zonde, want ik vind het wel heel leuk om ze als soort van decoratie op mijn kaptafel of zo te zetten. Hallo, ik ben een beetje aan het handelen vandaag met mijn YouTube banner. Ik zal het even laten zien wat ik daarmee bedoel, voor wie het niet snapt. Ik bedoel dus dit ding hier. Ik heb niet echt zo'n dunne, langwerpige foto die dan mooi wordt. Dus ik heb er nu maar wat ingepleurd en ik ben er eigenlijk niet echt tevreden over. Dus ik ging een beetje kijken wat anderen hadden. En die hebben natuurlijk allemaal zo'n speciaal gemaakt, gefotoshopt dingetje met tekstje erbij en zo. Van dan en dan een nieuwe video of een nieuwe vlog of whatever. Maar ja, ik ben daar helemaal niet goed in. Dus ik dacht, ik trek gewoon de stoute schoenen aan. En ik doe gewoon even een oproepje in mijn vlog. Is er iemand die het leuk vindt om voor mij een zo'n YouTube banner te maken? En het hoeft echt helemaal niet ingewikkeld. Er hoeft van mij ook niet een tekst bij eigenlijk. Misschien ook wel, maar ja, het maakt me eigenlijk ook niet uit. Ik zou zeggen, be creative en verzin iets leuks. Doe het echt alleen als je het zelf leuk vindt. Maar ja, ik dacht, nou ja, misschien zijn er mensen en die vinden dat leuk. Nou ja, you get my point. Dus als je het leuk vindt, stuur me dan even een mailtje of zo via info@fashionisaparty.com. Dan kunnen we even overleggen. En ja, als niemand zich meldt, dan denk ik dat ik zelf gewoon even door blijf klooien. Nou goed. Bedankt voor het kijken naar de vlog, want dit was hem weer voor deze week. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Heb je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan vind ik het natuurlijk ook heel leuk als je dat wilt doen. En dan graag tot de volgende vlog. Doei!